Mijn naam is Erik Kriek, ik ben tekenaar, illustrator slash strip-auteur. Mijn moeder heeft me wel verteld dat ik ook als kind altijd de engste sprookjes opnieuw wilde horen. Ik kan me herinneren dat ze... Er was een verhaal, volgens mij een sprookje van Tonkendracht, over een zwevend mes wat zoekt naar een hart van een... ik kon daar niet van slapen, maar ik wilde het steeds weer opnieuw horen, dat verhaal. Dat heeft mijn moeder mij verteld. Ik weet me dat niet meer te herinneren, maar ik denk dat het komt omdat ik volledig zonder zorgen en zonder problemen ben opgegroeid in een heel warm gezin en gewoon nog steeds een heel gelukkig leven heb. En daarom zoek ik misschien die spanning van de duistere kant op. Het is moeilijk uit te leggen waardoor het komt, maar misschien voel ik me een beter mens als ik weet... Dat er ook een duistere kant is. Ik vind het moeilijk om precies aan te geven wat de oorzaak is, maar mijn smaak neigt altijd een beetje naar de donkere kant van het spectrum. Ja, ik heb een voorliefde voor een beetje lugubere liedjes, een beetje pittige boeken en een beetje duistere films, ja. Verhalen over gelukkige mensen zijn ten eerste heel saai. Ze leven nog langer gelukkig klaar, er gebeurt verder niks. Ik denk dat als je verhalen maakt, ik maak zelf verhalen, maar verhalen leest, tot je neemt, van dingen die gebroken zijn, dat is interessanter, vind ik. Maar het geeft je ook misschien aan dat je blij moet zijn met wat je hebt en dat je heel gelukkig dat je zelf een beter mens bent, doordat je weet wat de andere kant is. Dus in mijn eigen werk probeer ik altijd personages te verzinnen en die vervolgens een knak te geven. Dus ik maak een personage en vervolgens maak ik het personage stuk. En daardoor ik laat het personage of iets verschrikkelijks gebeuren, of ik laat ze in het verleden iets verschrikkelijk overkomen zijn, zodat je ze kapot maakt. En daardoor geef je ze ook motivatie. Ik hou erg van fictie. Ik heb, moet ik eerlijkheidshalve bekennen, dat ik hou heel erg van podcasts de laatste paar jaren. Ik vind dat een fantastisch medium. Vooral als je, zoals ik, veel uren achter de tekentafel doorbrengt. Is het heerlijk om podcasts te luisteren. En ik heb wel een fascinatie ontwikkeld voor true crime. En dat is veel duisterder en grimmiger dan wat voor fictie je ook tot je kan nemen. Want ja, als je dat als fictieschrijver zou verzinnen, zo'n true crime verhaal, dan zou niemand je geloven en zou het ook niet verkopen, denk ik. Dat is zo bizar. Het leuke van horror is dat het allemaal niet echt is. En die scheidslijn is wel heel belangrijk voor mij. Ik zou niet snel naar oorlogsgebied reizen omdat ik een fascinatie heb voor afgerukte ledematen. Maar ik hou wel van een goede slasherfilm waarin die te zien zijn. Maar omdat ik weet dat het nep is. En die grens is voor mij echt heel belangrijk. Mijn moeder is Finse, dus wij gingen elke zomer naar het zomerhuis van mijn oma. En er was een sauna aan het meer, waar ook een logeerkamer was. En daar sliepen we af en toe, want dat was je weg van het huis. Dat was toch een dikke 300 meter van het huis verwijderd. Dus in het donkere bos, dat was sowieso wel een beetje spannend om daar te slapen. En ik kan me herinneren dat er een enorm onweer was die nacht. En dat we toen een keer bolbliksem hadden in de schoorsteen. En dat we echt wakker schrokken van een enorme ozonlucht en een stank. Want het huis vloog bijna in de fik. En de bliksem had ingeslagen in de schoorsteen. Er zat een bliksemafleider op. Maar wat er wel eens gebeurt is dat er dan het is een bekend fenomeen. Ik had het nog nooit meegemaakt. Maar dat er de bliksem dan doorslaat in je huis. En een enorme bolbliksem door je... Het is een soort lichtbol die dan door je huis stuitert. Dat was echt schrikken, dat was echt doodeng. We wisten niet wat ons overkwam. Ik weet niet of je de film Don't Look Now kent. Volgens mij een film uit 1974. Ik zal er niet te veel over uitweiden, maar voor de mensen die hem gezien hebben, dan, als ik zeg dwerg in rood jasje, dan weten ze genoeg waarschijnlijk. En het speelt in Venetië. En daar zit een hele enge dwerg in met een rood regenjasje. En... Ik was ooit in Venetië en toen was ik een beetje aangeschoten. Ik was denk 17 of 18. Toen raakte ik verdwaald in Venetië. In Venetië is echt een soort doolhof van kruip door, sluip door, bruggetjes en steegjes.
En ik was echt de weg even kwijt. En tot mijn grote schrik zag ik op een gegeven moment een kindje lopen in een rood jasje. Nou, ik dacht dat ik ongeveer een hartverlamming kreeg. Want ik moest meteen terugdenken aan die film natuurlijk. Dus daar ben ik wel heel gevoelig voor. Als ik iets in een film heb gezien of in een boek heb gelezen. En dan zie ik dat terug in het echte leven. Dan loopt er wel een rilling af van mijn lucht. Maar het is ook een bepaald soort kick die je opzoekt. Dus dat vind ik wel heel fijn. We hebben een vriend van mij. Hij heeft een landhuis op de Veluwe waar we wel eens gelogeerd hebben. En mijn vriendin ging dan schilderijen omdraaien in de slaapkamer. Want er hingen dan van die ouderwetse schilderijen. Maar ja, dat vind ik dan nog veel griezeliger als je een schilderij omdraait, eigenlijk. Dat vind ik eigenlijk dan veel onprettiger. Mijn oma had ook een schilderij van een oud vrouwtje. Dat hing dan in het huis. En dan ging mijn zus ook, mijn zus was vreselijk gevoelig daarvoor. Die ging dat ook omdraaien. Maar dat vond ik eigenlijk veel enger. Dat je dan als een eng vrouwtje met haar gezicht naar de muur ging ik helemaal fantaseren. Ja, maar dan gaat ze het schilderijtje omdraaien. Komt ze eruit. Weet je wel, dus daar ben ik wel gevoelig voor. Dat moet je eigenlijk niet doen, vind ik. Ik vertelde al eerder over het landhuis van een vriend van ons. En dit verhaal, ik heb een verhaal gemaakt rond de vorige eeuwwisseling in Amerika. Ik heb horrorverhalen bewerkt. Mijn laatste verhaal speelt zich af in IJsland, 1000 jaar geleden. Dus ik had nu besloten om een verhaal te maken in Nederland, anno nu. Maar dan wel een soort gothic horrorverhaal. Dus het speelt op de Veluwe, een beetje zo de Bijbelbelt. Ik laat dat helemaal in het midden, dat is een soort fictieve Veluwe. Ik vind het niet leuk als er mensen gaan bellen van hey, dat plaatsje ligt daar niet. Of je hebt die straat verkeerd getekend. Dat probeer ik altijd te vermijden. Want het mag niet echt, het moet heel duidelijk gewoon fictief blijven. En het gaat over een echtpaar wat een kind is kwijtgeraakt. En die een landhuis erven en dat besluiten op te gaan knappen. Om een beetje om hun leven te redden. Tenminste, dat heeft die echtgenoot, die man heeft bedacht. Dit gaan we doen met z'n tweeën en dan red ik misschien wat er kapot is. Maar die moeder, die vrouw, die is eigenlijk al van binnen al helemaal dood door het verlies. Dus ja, ze gaat, tenminste ik heb bedacht dat zij gaat mee om die man plezier te doen. Maar eigenlijk ziet ze dat zelf helemaal niet zitten. Maar dat durft ze niet te zeggen. En van daaruit, ik heb bedacht dat het op een stukje land staat natuurlijk. Dat landhuis, wat een soort, een van de oudste stukjes bos is in de Veluwe. Ik heb daar weer een leuke podcast over, maar dat is weer. Hè? Dat gaat over Hollandse volksverhalen. En dan. Ik heb laatst ook met mijn vrouw hebben we een leuke tocht gedaan over de Veluwe om grafheuvels te fotograferen. Maar je hebt dus op diverse plekken heb je stukken bos die zijn al duizenden jaren bewoond. En niet 3000 jaar, maar 10.000 jaar. En die zijn dus al prehistorische grafheuvels. Dus dat idee vond ik leuk om daar een beetje dat te combineren. Dus dat het landhuis dan op een van de mythische plek staat waar misschien iets kwaads heeft plaatsgevonden. Of waar ooit een soort ritueel of zo. Misschien is daar nog een enge secte bezig of zo, weet je wel. En er komt iets in met, omdat het Bijbelbelt is, kan ik er een beetje lekker tegen zeer benen aanschoppen en zo. Kan je een beetje christenen pesten en zo. Weer een van de. Misschien een of andere enge dorpspastoor die weer misbruik heeft gepleegd of zo, weet ik veel. Misschien zoiets. ik ben het nu aan het schrijven, dus ik ben er nog mee bezig. Maar het mooie van strips is dat er geen beweging is, maar de suggestie van beweging. En dat vind ik het mooie aan strips, dat je je momentkeuze heel erg bepaalt. Van iemand loopt over straat, maar hoe beeld je af dat er tijd verstrijkt en hoe beeld je af dat iemand beweegt? Dus je kiest een bepaald moment waardoor je dus je lezer duidelijk maakt van we lezen in leesrichting. Dus dat loopt hij door de straat, ik noem maar een voorbeeld. En daar kan je eindeloos mee spelen en eindeloos mee variëren. Dat vind ik echt het leukste aan strips.